Dankzij de gemeente Laarbeek, maar ook veel sponsoren die de boksport in deze periode blijven steunen, kunnen jeugdleden van de boksschool Rini Heesakkers in Beek en Donk weer gaan trainen. Dat doen ze op de woensdagmiddag en in een nieuwe outfit. Totdat de boksschool weer open mag, wordt het boksen en het kickboksen buiten onder de carport getraind. De trainingen zijn voor de jeugd tot 17 jaar. 9, 10. Dit zijn dus de kleintjes van onze boksschool. Dit is vanaf 5 jaar en hij gaat tot een jaar of 10, 11. Vandaar het gaan ze over naar de senioren, dus een klein groepje van een man of 20, zeg maar. En vandaar uit straks als ze 14, 15 zijn, naar de senioren. Goed zo. Moet de boksschoenen aan? Ja, het is weer tegengevallen. Ik dacht zeker 1 april mogen we naar binnen toe en we mogen binnen weer trainen, maar dat gaat voorlopig nog niet. Dus de eerste 3 weken zijn we toch weer buiten aan de gang. Dus daar 6:15 komt de volgende groep. Dat is ook weer hier buiten trainen, maar spelen, maar je kan natuurlijk niet trainen. Links, rechts, op zo'n groep, links, rechts, links, rechts. Nou, ga door, ga jij. Eind zo gaan, hè? Ook de evenementen zijn allemaal afgelost. Jammer is dat we zijn al 13, 14 maanden onderhand bezig. Zonder dat je eigenlijk iets kan. Maar we proberen toch van alles te promoten. Een hele hoop dingen te organiseren hier buiten. Dat je toch vooruit kan en dat de club blijft bestaan. Als je daar kans dat je niks meer overhoudt. En dan kan de zo zal het er daar al zijn, want het weer wordt al beter. Dus het wordt toch allemaal minder. En dat je daar na de vakantie weer helemaal opnieuw kan beginnen. En, ja. Hallo. Alicia en daar, we gaan dat daar doen. Hier blijven. Hier. Draai, kom aan. De jaren gaan tellen, hè. Ik bedoel, je bent nu in oktober, zijn we 62 jaar bezig. Dat is al een hele tijd. En het wordt er allemaal, het wordt allemaal een klein beetje minder. Maar wel, we zijn nog gezond en we zijn nog actief. En we zijn echt bezig om een hele hoop dingen nog gewoon te veranderen. Binnen zijn we ook weer allerlei attributen en heel wat boksenspullen bijgekocht. De ring staat er nog, maar ook helemaal geen wedstrijden. Dus heel een dure ring met van alles erop en eraan. Maar zo zitten we allemaal met. En de jongens die ook met boksen en met kickboksen bezig zijn. Iedereen heeft in deze sport wel moeilijk. Kijk maar. Dan gaan we 3 stoten zetten. Links, rechts, links. We hopen zo snel mogelijk weer open te zijn en dan beginnen we weer helemaal opnieuw. En we hopen dat weer het wordt net als vroeger. Daar ben ik bang voor, maar we zien wel. 1, 2, 3, tempo erin. Dan komt er een rechtse tel bij. Links, rechts opstoot. Goed zo, dat kan het wel. Hij zoekt het niet altijd. 1, 2, 3 en trap.